Wow, Gretje, Gretje. Er wordt op de deur geklopt zo. Dit is echt pijnlijk aan mijn oren. Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Ultra Moon Avatarlock Randomizer met Sander van Spelletjes SB. Ja, deze is speciaal voor Milan. Och. Ondanks dat hij niet eens in het team zit. Dat was eventjes niet anders. Ik had geen ander die wel in het team zat, dus. Ah. Ja. Dus jij had weer iets bijzonders gedaan. Ja, oeh, een Keldeo! Komen. Oh! Wacht, dit is de Sword-type Keldeo. Die is volgens mij Fighting. Ja, tuurlijk krijgt hij weer zo'n Fighting Legendary, Mythical, whatever. Wat is een Sachet? Ik heb een Sachet gevonden. En een White Lance. Ja, die is Water Fight, is die, die vorm. Oh, de normale Keldeo is, even kijken, ook Water Fight. Nou. Oh. Nice. Die zou top zijn voor het team. Could you catch a Sableye for me in 10 carat hill? Er zit waarschijnlijk niet eens een Sableye, gast. Weet hoe een randomizer werkt. Tjonge, jongen. Wat een haat naar die NPC. Ah, ik kan met een Rockruff interacten. Oh, hij doet me na! Oh, wat cute! Oh, mag ik deze Rockruff? Nee. Oh. Nou, nee. Klopt, want het is een Rock-type. Hij was wel cute. Oh, trouwens, boys, ik ben eventjes... omelet heb ik weer terug in plaats van Trevenant. Trevenant? Ja. Zo'n pseudo-woeto, Oké, ik snap hem. Ja, dat moet inmiddels ook al wel, want ik heb hem volgens mij echt al 3 keer uitgelegd. Dus, als je hem nu nog niet snapt... Dat zou wel triest zijn op zich, hè? Dat, ja, op zich. Oh, redelijk. Keldeo, roep nou niet voor help, doe nou niet zo lastig. Vooruit. Great Ball, nu! Oké, kom met me, Kahuna. Kahuna. Zorg maar dat je geniet. Heb geen zorgen. Het is een filosofie. Het gaat Kahuna, prima, Kahuna. Sorry, heel flauw. Ah, die Keldeo's catch rate is echt tyfus hoog. Joh! Cash rate is laag. Ja. Great ball! Gelukkig heb ik mijn Steenboy. Die heeft zo'n Bug-type move. En dan kunnen we hem killen. En dan is hij er. Ja, gaat hij op nozes. Fuck. Oh, hier word ik dus zo moe van. Heel ik snap hem, ik snap hem. Ik doe confusion waarschijnlijk echt niks, ja precies. Oh. Word wakker. Dat bepaal ik zelf wel. Nou, jij hoeft niet wakker te worden op zich. Ah, oh, heeft hij een Mankey geroepen? Die mag je vangen, gast. Ja, maar die wil ik niet, want ik wil de Keldeo toch, jongen. Je wilt toch zo'n Primeape? Nee. Dat is zo'n primatieve aap. Waarom zou je die niet willen? Dat is de echte omdat vraag. Ik geen Mahol ben. Ja, maar zo'n primitieve aap, die is zo... Zo van, hé, ik ben goed of zo. Nou, dat valt eigenlijk wel mee, maar... Ja. Ja, zijn attack stat is waarschijnlijk wel niet kut. Zo. Ik heb liever de Keldeo. Hater. Oh, waarom ben ik... Oh, 3 schutjes en hij zat niet. Dan ga ik primeer lachen. Er is nog 1 te gaan.
dat is niet waar, want je hebt maar maximaal van 3. Never mind. Ik hou mijn kop wel. Hey, dat lijkt me nou eens een fantastisch idee. Oké. Okay. Nee, trouwens een grapje. Wat is super effective tegen zo'n coughing? Psychisch? Oh, ja, die heb ik. Ja, ik heb geen psychische aanval. Koffie. Psychic and ground. Ja, dat heb ik toch niet, man. Teleurstellend. Ik kan wel zo'n metal doen. Want metal doet zo van, hey, poison. Dacht het niet, meneer. Wij doen geen poison. Nee. Dus ja, dat is wel leuk. Jij, you oké? Ja. Okay. Doe zo'n metal claw. Hoezo is metal dan niet super effective? Dat vind ik dan wel raar. Avoid, wat een bitch. Avoid nog een keer, wat nog een bitch. Oh, nu doet hij. Misschien vindt hij jou ook wel een bitch. Dat mag niet. Dat is verboden in het leven. In het leven, oké. Okay. Ja. God dacht ook zo van, ja, nee, dat gaan we verboden maken, man. Avoid dat gast. Doe even normaal, man. Hij avoidt een attack omdat hij een attack avoider is. Nee, omdat ik smokescreen ben. Dat mag ook. Assurance, nou. Zekerheid dat je me dood maakt, die hoef ik niet per se op zich. Niet! Nee, doe maar zo'n wing attackje. Effect spoorgas. Ook precies poison, dat is dan wel weer grappig, maar... Gast! You mad, bro? Daar moet ik nog even over nadenken. Ik ben mad dat die Keldeo gewoon niet in mijn pokeball zit. Bro, het is een fucking mythical legendary shit. Dat kan me niks schelen, Sander. Dat kan me niks schelen. Oh, oké, nou ja. Dan kan het mij ook niks meer schelen. Ik ben Sander. Wat? Zei je nou Sander Zalf? Nee, dat zei ik niet. Zonder toestemming te vragen, zeg je gewoon Sander Zalf. Nou, hier word ik zo salty van, hè? Snap je? Nee, ik snap het niet. Leg eens uit. Oh. Nee, moet je maar slim zijn. Sorry, ja. Man. Alleen slimme mensen mogen dat begrijpen. Beetje jammer. Oh, dit. Ik denk je mask is zo'n rock type, dus water is super effective, maar dat is helemaal niet. Nee, deze wat wil jij nou weer? Nee, maar ik ken zo'n game waar die dat wel is, zeg maar. In Digimon? Is je mask alleen ghost? Ja, sorry, ik negeer even wat jij daarvoor zei. Maar is dan negeer ik ook, ik jouw vraag gewoon. Ja, dan zoek ik het wel op. Dan heb je alleen maar dat ik weer meer achterloop. Ja, hij is ghost, maar misschien is hij ook nog een andere type. Ja, Mask vindt hij niet eens. Hoe kan dat nou weer? Dat is toch zo'n Pokémon. Dat hoort hier toch gewoon op de Pokémon wiki te staan. Oh, ik ben niet dood, gelukkig. Ja, Mask. Please, laat me runnen. Oh, hij is ghost. En verder niks. Had ik nou maar zo'n Trevenant. Maar ja. Ja, maar Trevenants moet je verdienen. Of niet dood laten gaan. Ja. Ik heb wel gelijk. Bruh. Het was echt bullshit. Tuurlijk, het is weer bullshit. Sander verliest de Pokémon en dan is het meteen weer bullshit. Nee, maar het was wel echt... Ik had hem ingezet, hè. Ik had hem voorop gezet. Zo van, nou, dan kan ik hem trainen. Precies daarna moet ik tegen een Absol en doet hij natuurlijk Pursuit. Wat ik had ook niet veel keuze, maar ik had ook niet kunnen switchen zo van, oh nee, misschien heeft hij Pursuit, maar dan was ik ook dood gegaan door Pursuit. Dus ik was hem sowieso verloren eigenlijk, doordat ik hem voorop zette. Ik hoor alleen maar Maupap. Nou, dat mag je vinden, maar... Nou, dat ben ik het niet mee eens. Ja, dat kan. Nee, dat is gewoon zo. Okay. Moet je niet weer zo gelullig gaan lopen doen.
echt hoor, die Milan. Heeft 1 keer, 5 keer achter elkaar gewonnen met Mario Party. En meteen denkt hij dat hij heel wat is. Heeft 1 keer, 5 keer achter elkaar gewonnen. Oh ja, en dat moet je nog voorbij vertellen dat jij nog geen enkele keer hebt gewonnen. Goed zo. Doe maar zo'n bubbel. Doe nou zo'n bubbel. Hoezo mis ik nou weer? Oh, potverdrie. Daar gaan om potions. Gelukkig heb ik er nog 25. 23. 25? Wow. Nee, ik maak een grapje. 23. Speciaal voor jou. Dank je. Net als dit intro moment. Oh, 22. Sorry. Was ook speciaal voor jou, maar ja. Jij wel, niet in je team. Nou, dan niet. Nee. Electro Ball is no longer disabled. Go Electro Ball! Nou, Halau is dood. Of Hala? Hau? Eén van de twee. Hala is de... Oh, dan is die kapot. Die is dood. Nou, dat is fijn. Ik ben eventjes mijn Shucky aan het schoonmaken. Ik heb een foto gemaakt met Cranidos, ja, ja. Holy damn, hij maakt weer zo'n foto met zo'n Cranidos, hoor. Echt. Dit bedoel ik, hè. Je hebt 1 keer, 5 keer achter elkaar verloren met Mario Party en meteen gaat hij je zo doen. Ja. Krijg wat je verdient, Sander. Zo'n fighting ding. Laat hij nu ook nog dansen of nee, dat niet. Ja, oh, ik heb een stempel. Huts, hij heeft een stempel. Ja. Wat nu? Fight EMC. Weet je waar ik echt zin in heb? In de meest lastigste trial van allemaal, weet je wel, met die fire trial. Die vind ik echt lastig. Ja, man. Vind je die het lastigst? Ja, dan moet je zien wat er anders is. En dan is het ineens zo'n hiker, weet je. Oh, het was sarcasme. Ik dacht al, vind je die het lastigst? Ja, vooral die puzzel, man. Die is zo moeilijk, echt. Ik heb altijd problemen met die Laurentus. Qua fight dan, hè. Nu is hij gerandomized, ja, maar... Een page rider. Right page. Mag allebei van mij, hoor. Wow, een Tauros. Die ken ik. Die heb ik echt al de hele tijd gezien. Dus op een gegeven moment ken je hem dan. Zo. Okay. Echt zo chill, hè. Dat ze HM's uit deze games hebben gestopt. Echt. Yep. Pokémon, ik hou van je. Nooit gedacht ik dat ze... Eigenlijk wel, maar... Echt elke dag, man. Pokémon, jullie hebben iets goeds gedaan. Nou, dat zeg ik niet zo vaak. Nee. Wildlands. Lots of floods. Ik vind het wel mooi hoe die animatie, dat ze iets geven. Dan doen ze altijd zo'n drop, yeah, zeg maar, naar onder. Ik sta gewoon letterlijk 1,5 meter ervan af. En toch vang ik hem ook op of zo. Tuurlijk. Van, hé, je hebt Magnet Pool opgepakt. Ja, het is wel, ja. We staan wel echt 1,5 meter van elkaar af, maar... Ik heb Samson ook gezien. Hun? Zit hij in deze game? Ja. Oh, zit hij in Moon ook dan? Volgens mij wel. Ja. Deze Avatar Lock is ook gewoon... Oh, zit het ook in Moon en Sun dan? Of Sun en Moon? Oh, ja, oh, dat wist ik niet. Dat komt waarschijnlijk omdat ik ze maar 1 keer gespeeld heb. Dat komt waarschijnlijk omdat ik de ROMs niet heb. Dat zou goed kunnen. En je speelt geen nieuw game omdat je al je save-file wil behouden, zeg maar. Precies. Wat is Dynamo elektrisch water ook? Hij is niet water, hij is alleen elektrisch. Oh, dan mag ik hem niet eens vangen. Oh. Ik denk, die vang ik. Goede vervanging voor lichtpuntje als hij ooit een keer doodgaat. Maar ja, dat is dus helemaal niet zo. Nee. Ja, die Pokémon is wel goed, want die Electros,
Die is Pure Electric met Levitate. Oh ja, maar in deze game telt dat niet, ja. Want hij heeft randomized ja. Bit. Oh. Maar even, waar moeten we nou naartoe dan? Je moet naar Hololy City en dan naar de fotostudio's. Oké, nou, Hololy City ben ik bijna. Dauros George. Hoe doe je zo'n super speed? OB is dat. Ja. Oh, dat is echt kut als je... Kut als je schuin moet lopen met Tauros. Yep. Oh, zo werd het ingedrukt houden dus. Oh ja, ik zie een vlaggetje. Ik zie een vlaggetje. En dan gaan we naar het volgende eiland alweer. Bijna wel, ja. Oh, je kon ook. En ik weet niet waar die op. We kunnen hem ook boven neerzetten. Alleen ik weet niet dus wat boven is. Dat schiet op. Wat ik als boven heb ingesteld. Maar ik heb die gamepad. Die heb ik op de pijltjes ingesteld. Dus ik weet niet wat. Hoe ik de pijltjes dan heb ingesteld. De echte pijltjes. IJKL kan dat? Dat kan. Dat was het. Oké, en nu Air Start Photoshoot. Waarom doe ik dit met mijn ijskoud eigenlijk? Ik wil het niet met mijn ijskoud eigenlijk. Start over. Malet Superstar Pfizer Stingboy lichtpuntje. Doe maar met Superstar. Want jij bent mijn superheld, mijn rockstar. Je bent mijn beste vriend. Nee. Kan goed zingen, hè? Jij kan zo goed zingen, dat is gewoon niet meer normaal. Je zou eigenlijk mee moeten doen aan The Voice. Ja, weet ik. Ik ben eigenlijk ook teleurgesteld dat je dat nog niet hebt gedaan. Ja, snap ik. Oh, hij maakt er ook ineens 3000 of zo. Maar boys, als ik toch foto's zou maken in Pokémon. Dan koop ik toch gewoon Pokémon Snap Super HD Ultra iets of zo. Ja, dat zou je kunnen doen inderdaad, ja, als je coole foto's wil maken. Dat is wel mooi, ja. Wat moet ik nou doen dan? Moet ik dit doen? Nou, hij snapt er niks van. Hij snapt het weer niet hoor. Wordt gewoon tegen hem gezegd wat hij moet doen door het spel en toch snapt hij het niet. Oh wat leuk, je hebt een Drifloon en een Diglett voor de hoogte in deze game. Ik ga gewoon quit, fuck it. Ik ben er wel klaar mee met deze foto's. Ik snap het. Ik neem aan dat we er niks mee hoeven te doen. Nee. Anders hadden ze wel wat. Als je naar buiten loopt zie je favoriete Pokémon. Oh, Festival Plaza, nee. Oh, zie ik Litten? Nee, je favoriete Pokémon zie je. Litten. Torket. Hop, Torket! Oh. Ja! Torket! Ik wist niet dat je klaar zou komen. Ja, tuurlijk. Torket, ja! Oh, nee, hij is weg. Oh, nu ben ik zet. Nu ben ik depressief. Snap ik. Ik spring van een brug. Doe even. Wel in het water hoor, zodat ik dan weer overleef. Ah, dat dan wel, maar... Sad. Zo, deze man. Ga ik nu die Dark-type gast tegenkomen? Toch? De Dark-type gast? Ja, die Dark-type gymleader. Nee. Trial leader. Nee hoor, dat is pas na de derde eiland. Ik dacht dat je hier dan al die... Nee, je moet als je de foto gedaan hebt, moet je naar die ene beach, weet je wel? Waar je eerst tegen Team Skull moest. Niet bij Kakui en Lily. Nee, dat heb ik niet gedaan in ieder geval. Oh. Oké.
Oké. Nou, daar was ik. Ik was bij die haven. Ja, je moet naar de... naar die ene beach. Waarom moet ik daar alweer naartoe? Daar ben je net geweest. Echt, oh. Hé, ik kan dingen kapot maken hier ineens. Natuurlijk. Een Castellia-koon. Ik heb geen idee wat dat is. Castellia-koon, ja. Dat kan je in Castellia City kan je die kopen. Dat is eten, geloof ik. Een ijsje. Oh, schimmel ook. Ja, dat is wel lekker of zo hoor. Dat werd in mijn medicine pocket, dus ik weet niet of het hield. Hoeveel het hield vooral. Ik denk dat het hield. Als het in de medicine pocket zit, zou je bijna wel zeggen dat het dat doet, ja. Nou, ja, oké, okay, het kan ook status healen. Ja, ja. Ook gezien als healen, dus in principe. Oké. Okay. Ik heb Samuel ook, heb ik zo gedag gezegd. Nee, Samson ook, denk ik. Oh, Samson ook goed. Samuel is de gewone professor ook. Oh ja, natuurlijk. Ja, waar is Gert ook dan? Want dan heb je Samson en Gert ook. Ah, ja, grappige jazz. Mooi Gertje. Er wordt toch op de deur geklopt, joh. Doe eens normaal. Wat is dit nou weer, Sander? Dat leek er niet. Dat was mijn Samson-impressie. Mooi Gertje. Er wordt op de deur geklopt, zo. Dit is echt pijnlijk aan mijn oren. Mooi Gertje. Stop. Nee. Dan ga je te goed op. Kun je deze aflevering Mooi Gertje noemen? Als ik het niet vergeet. Aflevering ja. 8. Ja. Ik zal hem wel zo noemen speciaal voor jou. Dat is de file. Ja, boeit me niet hoe ik met... Het boeit me helemaal niet met hoe ik met Mantine moet surfen, joh. Ja. Moet dat voor de game? Ja. Moet ik ook echt doen... Goed doen? Ja. Oh. Dan druk ik gewoon op allerlei dingetjes. Pokémon Center, staat er een tweede gastje? Ja, oké. Okay. Welke coole items kan ik kopen? Welke coole items kan ik kopen? Oh, dit zijn... Dit zijn TM's, oké. Okay. Nature's Madness? Wat is dat voor aanval? It helps the target's HP, oké. Okay. Waarom moet ik dit nou weer... leren ook dan hoor. Ik vind dit echt weer bullshit. Getting airborne, ja, boeit me allemaal geen fluk. Oh, ik heb lesson 2 gecleared. Kan ik nou... Eenmaal de... Dexio en Sinia. Normaal hebben die een Meowstic. Je bent dus echt niks, hè? Hoezo kan ik niet gewoon... Een Breloom. Oh, cleared lesson 3. Please, laat me... Nee, er zijn 4 lessons. Ook. Please. Oh, wat? Waarom zag ik zo'n Quagsire? Ja, die kan jou kapot maken. Ik dacht dat het tentacles waren, man. Oh ja, het is ook een tentacle. Hoe ga ik hier weg? Nou, je moet gewoon verder surfen. Oh, daar is de finish, oké. Okay. Nou, mag ik nu eigenlijk weg? Ik vind het echt... Oh, we zijn naar Akala Island gesurfd. Ja, wat dacht je dan? Ja, ik denk, dan ga je met zo'n boot... Nou, waarom zou je met een boot gaan als je op de Mantine kan surfen? Nou, omdat het kut was, misschien? Nou, doe eens even normaal. Gewoon een coole nieuwe mechanic. Nou, misschien. Op Pyukumukuyu. Dan de nieuwe Craveler? Nee.
Want deze kan ik wel uitspreken, alleen ik had gewoon geen zin. Sure. Namelijk Pyukumuku. De echte. De zeekomkommer. De komkommer. Zoveel tijd weer verloren, waarschijnlijk met dat surf, omdat ik er geen hol van snapte. Nee. Nu al in het tweede trial waarschijnlijk. En ik zit hier nog met Kukui en Lily. Ik ben nog gewoon in dezelfde stad als waar jij nu bent. Oh, echt? Ja. Nee, ik dacht eventjes oprecht wel dat je verder was. Oh, deze ken ik. Die zijn van de trials. IJzerhoofd. Zijn we nu uit het tutorial? Ja. Dus dat heeft 8 afleveringen geduurd. Je bent, hoe heet het, voor de, als de eerste trial is, dan ben je wel uit de tutorials. Ja, de Festival Plaza tutorial moet nog komen. Dus. Ja, maar die komt best wel laat. Die komt best wel laat. Group neemt Team Skull nooit van gehoord. Ik heb ze al 3 keer tegengekomen. 4, 5 keer misschien zelfs. Oké. Okay. DM's. Oh, dit zijn randomized DM's. Dark Pulse. Poison Sting. Wauw, dat is wel zeg. Shift Gear, Fire Fang en Worry Seed. Oeh, Acrobatics. Ik ben op zich wel voor zo'n Dark Pulse. Alleen ik denk dus niet dat veel mensen hem kunnen leren. En ik heb geen genoeg money. Ook nog eens. Oh, ik mag meer items kopen. Van deze man. Wat lief. Even 11 van die Great Balls. Dan heb ik nog minder geld. Zoals het hoort. 20 Super Potions. Nee, doe maar 15. Dan heb ik nog wat. Oh, kan ik ook sellen? Sell. Oh, die Luck Incense, die moet ik wel aan iemand geven. Dat helpt natuurlijk meer. Dat helpt wel, ja. Waarom heb ik dat niet eerder gedaan? Omdat jij een waarschijnlijk omdat ik het gewoon vergeten ben. Oh. Ja. Luck Incense. Aan wie geef ik hem? Degene die voorop staat natuurlijk. Ook dat is wel slim, ja. Fotoalbum. Ik heb een hele fotoalbum. Oh. Oh, dat is die foto die ik net heb gemaakt. Oh, Dire Hit kan ik wel goed verkopen. Fistplate. Shock Drive. Lens Deck. Een Seedot. Ja, de rest wil ik eigenlijk niet echt zo kopen. Kun je Premier Ball voor 10 verkopen? What the fuck? Oh, ik heb ook zo'n gold bottle cap. Let's ja, go, verkopen met die hand. Hoeveel krijg je ervoor? 5000. Oh, dat is wel netjes. Oké, ik ga nu naar boven lopen. Bij die rotonde, oh, die ken ik. Ja, dan gaan ze over die Zygarde zelfs beginnen natuurlijk. Nee, die zitten niet in deze game. Nee, Sander, weet je wat ik tegenkom? Een Pokémon die sowieso in mijn team gaat. Nou? Een Figurot en dan heb ik straks een Slaking zonder Truant. Ja, dan. Dan heb je basically een Legendary. Even kijken, hoe ga ik dit doen? Is dit een double battle? Please nee, please nee, please nee. Oh, yes. Wat een... Oh! Ik dacht eventjes dat er stond dat ze een Fancy uit zou zenden, maar... Toen dacht ik al, wat is dit voor rare naam van Fampi nou weer, maar... Nee. Dat was haar naam, schijnbaar. Ah. Oké. Ik moet tegen zo'n Ice-type. Dat is alleen één probleem. Ik ben slecht tegen Ice, over het algemeen. Ja, dat is niet handig dan. Ik weet niet, is hij ook Rock? Ik denk het niet, hè? Zo'n Evoluck. Nee.
Dat is gewoon pure ice. Gewoon pure ice, ja, dat dacht ik. Nou ja, het ziet er wel uit als van die stalagmieten en stalagtieten, dus dat zou rock kunnen zijn. Als je zo kijkt, maar... Oh, dit duurt me te lang. Je staat er al een tijdje. Oh. Als jij zometeen klaar bent met je battle, zullen we dan de aflevering beëindigen? Dat lijkt me slim. Ik probeer hier nog even een figure rod tegen te komen, want ik probeer een killdom per ongeluk. Oh, dat is gewoon een 1-hit KO, zo'n electrobal. Ik denk dat Chucky snel is, want electrobal doet meer als hij snel is, toch? Dat weet ik eigenlijk niet. Oh, van bullet cheat. Bullet cheat is wel goed, toch? Jawel, jawel. Het is alleen een lange animatie. Zal ik die voor Leechy doen of voor Uproar? Uproar dan, hè? Ja. Yeah. Oeh, een Gengar. Uproar is wel chill, aangezien het best wel veel damage doet. Alleen het nadeel is dus dat je in blijft. Wat is een Guzzlord voor Pokémon, voor typing, zeg maar? Dragon Dark? Ja, ik ga dood. Ik ga een Pokémon verliezen. Wel, nee. Jawel, zo'n Guzzlord is volgens mij vet goed. Ik heb wel een Ice-type, alleen die is laag level. Maar ja, ik moet toch iets. Ik kan hem wel Thunderwaven. Oh, hij heeft nog een mean loot, godverdomme. Ik kan ook Powder Snow, hopen dat hij Frozen. Ik ga toch weer Thunder Wave. Please kill niet mijn... Swingle, dat is geen Figure Rod. Ice Scout. Oh, Castilia Cone is voor status. Maar daar had ik die lava cookie dus al voor. Oké. Okay. Oh, dit is niet. Ik moet daar wel super potion doen. Of ik moet moon milk. Anders ga ik dood. Paralyzed. Oké, dan doen we zo'n Ice Wind. Als hij een crit krijgt, ben ik wel dood. Maar goed, ja. Ik moet toch iets. Ja, precies. Je moet een beetje risico nemen. Brutal Swing. Fuck. Oké, ik ga Super Potion doen. Hopen dat hij weer paralyzed is of dat hij een niet nuttige move doet. Bite, nee. Waarom is hij nou niet paralyzed? Hey, een D-Wat. Wacht, welke type is Samurott? Water. Wauw, ik dacht dat die steel was ook. Ik denk alleen water. Of water yep. Fight. Nee, dat is alleen water. B20. Oeh. Oh, ik kan hem derver doen. Dan komt hij ook op 33 HP. Dat is waarschijnlijk voor hem in de geel. Aan de andere kant kan ik misschien beter Wing Attack doen. Of Double Team. Nog beter. Oké, hij kan... Hij mag alleen niet critten. Dat is het enige wat hij nu niet mag doen. Oké, dat doet hij ook niet. Dat is chill. Ga ik Super Potion. Use. Super Star. Brutal
Brutal Swing. Dat is minder goed dan dinges. Oh. Valt mee. Dubbel team weer. Oké, Brutal Swing. Ah shit, nog een Brutal Swing. Ah, ik kan die figure rod niet meer vinden. Oh, je hebt hem niet gevangen? Nee, ik killde hem in one hit. Oh, dat is wel jammer. Oké. Heer Brutal Swing, waarom mist hij ook nooit? Oh, crit ook nog. Ja, dan moet ik nu Super Potion doen. Oh, wel, ik kan één hit tanken. Ik heb wel meer kans op dinges. Ik heb nu twee evasiveness. Ik weet niet wat een Brutal Swing doet eigenlijk. Hoeveel dinges die heeft. Schiet nou eens op met je battle, Brutal jongen. Swing. 100% accuracy. Ja, oké, dan ga ik gewoon dubbel team. Nog een keer. Hopen dat hij geen crit krijgt. Als hij een crit krijgt, dan haat ik mijn leven echt. Dan hoop ik niet dat je Mario Party luck hebt. Nou, het scheelt nog niet veel. Ik leef op 3 HP, maar... Dat maakt niet uit. Maar hoezo? Ik heb echt 3 keer gedubbelteamd, hè? Nou, hij heeft nu 1 keer gemist. Oehoe. Oh, hij mist nu een 2e keer, oké. Ja. Dat zeuren werkt, schijnbaar. Jee, zeuren werkt. Ga ik nu ook direct naar die andere gast, Gaizo, of hoe die gast ook maar heet? Nee, die hoeft niet te vechten. Oké. En ik heb de figure rod inmiddels. Kijk, lekker bezig. Weet je hoe ik figure rod ga noemen? Nou? Lettuce King. Oh. Wow. Oké. Bladibla, Dexio heet die. Full Restores, ja. Holy damn. Krijgen we nu al Full Restores? Ja. Yep. Dat is echt vroeg, man. Maar goed, ik loop nu naar het Pokécenter, dus je kunt wel afsluiten, denk ik. Oké. Bedankt voor het kijken van deze aflevering van de Avatarlog. Wil je nou de volgende aflevering weer zien? Abonneer dan even op mijn kanaal. En vergeet zeker niet om op Sander's kanaal te abonneren. Geef de video een like en dan zie ik je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.